Livigno, een oord waar je wel het hele jaar wil zijn. Zomers lekker trainen en in de winter de mooiste sneeuwpistes van de Italiaanse Alpen. Niet voor niets is het Hofmeijer schaatsteam hier neergestreken om op plusminus 2000 meter hoogte een trainingsstage in te lassen. Om op natuurlijke wijze het lichaam op sterkte te brengen voor het komende ijsseizoen. Luister naar de ervaringen van Marit Leenstra, Rian Ket, Ivo Nauta, Koen Verwij, Roxanne van Hemert, Wim Casimir en Rens Rottevel. Die onder leiding van Jan van Veen en Zoran Radmilovic 2 weken afzien en ontspannen. Marit Leenstra, derde trainingsstage hier in Livigno. De eerste week natuurlijk een beetje rustig aan, maar nu kunnen we eindelijk volle bak trainen. Goede testresultaten op de fiets. Maar ja, het ijs is toch weer heel anders. Dus volgende week weer schaatsen. We beginnen volgende week geloof ik met 3 keer op het ijs. Dus ook in Nederland weer rustig gaan beginnen. En de week daarnaast gaan we op kamp inderdaad in Heerenveen. Of weer boven gaan dan. Maar dan gaat het weer echt schaatsen. En ik heb er wel weer zin in. Ik zie het al op Twitter en op Facebook foto's voorbij komen van mensen die aan het schaatsen zijn. En hij begint wel weer te kriebelen. Rian Ket, hier in het mooie Livigno. Hoe is het met je conditie? Nou, best wel goed. Ik sta er best wel goed voor. Ik ben geblesseerd geweest aan mijn sleutelbeen, gebroken. Maar dat is nu bijna 6 weken geleden, maar ik kan nu alles weer doen. Dus je merkt wel dat je iets achterstand hebt, dus ik ben niet zo snel doorgegroeid als dat ik eigenlijk zou willen. Maar ik ben gewoon wel op niveau. Ik kan wel alles meedoen en ik merk niet dat ik er echt uit ben geweest. Dus ik kan wel gewoon, ik kan goed fietsen en ik kan mijn krachttrainingen doen. Maar je merkt op het moment met specifieke training dat je daar iets je uithoudingsvermogen nog wat mist. Dus op het moment dat we aan het springen zijn, merk ik dat ik nog niet zoveel kracht heb als dat ik had 6 weken terug. Ja, dat is de eerste keer voor mij op hoogte. Dat was wel eventjes wennen. Ik heb nog nooit op hoogte getraind. Dus de eerste week had ik daar nog wel echt een beetje omschakeling voor nodig. Daar heb ik ook een extra rustdag gekregen om een beetje meer te wennen en een beetje goed aan de hoogte te adopteren. Maar op dit moment gaat het heel goed. Ik heb op dit moment helemaal geen last van hoogte en eigenlijk niet door dat we bijna 1900 meter zitten. Yvonne Nauta, ideaal trainingsoord hier in Livigno. Ja, ik vind het echt heel mooi hier. En, het is wel wennen. Het is natuurlijk 2 kilometer hoog, bijna. Maar ik had nog nooit eerder een hoogtestage gedaan in de zomer. Maar het gaat goed tot nu toe. In de eerste week moest ik echt even met de rem erop en even goed acclimatiseren. Maar nu merk ik wel dat ik gewoon energie genoeg heb en dat het echt goed gaat. Als ik het vergelijk met vorig jaar, dan ik merk dat ik een stuk sterker ben geworden. En dat we vorig jaar echt een basis hebben gelegd. En, het is nu goed te voelen. Koen Verwij op trainingskamp in Livigno. Hoe gaat het? Ja, op dit moment in Livigno gaat het goed. Hoogtestage. Het fietsen gaat goed. Ik voel me sterker. Mooie accommodatie. Het weer is soms wat minder, maar tot zover gaat het goed. Ja, de testen vergeleken met het afgelopen seizoen zijn een behoorlijk stukje beter. Dus ik heb ten opzichte van vorig seizoen weer een behoorlijke stap gemaakt. En daar ben ik weer heel blij mee. Nou, je weet nu ook voor het tweede seizoen, je weet nu ook waar je aan begint. Vorig jaar was het weer eventjes wat nieuws. Maar het bevalt goed. Koen Verwij, een man met vele kanten, kan goed skileren, kan goed schaatsen. Wat is het belangrijkste? Ja, het schaatsen is gewoon is het hoofddoel. Daar ga je voor. En het skileren is toch wel een bijzaak. Maar het skileren heeft me sterk gemaakt. En dat brengt veel lol mee. En dat zoek je ook op. En het skileren is gewoon een bijzaak en het schaatsen is het hoofddoel. En het EK aankomende zomer in Nederland? Ja, het EK inlijstketen, dat is nog wel een beetje een vraag. We zijn nog aan het overleggen. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het niet door, omdat ik dan op trainingskamp in Israël zit. En schaatsen is het hoofddoel, dus een skiler een bijzaak. Roxanne van Hemert. Mooie omgeving, mooi door de bergen. Aan het begin, toen we hier kwamen, was het even wennen. Deed we eerst een paar dagen rustig aan. Dan kwam je eigen de trap op. Maar de eerste week rustig opgebouwd en nu zijn we in de tweede week. En trainen gaat eigenlijk wel heel goed. En hoop dat het goed effect heeft als we terugkomen. Dus je kunt de calls hier allemaal bedwingen? Ja, zeker. Zoveel hebben we hebben nog niet echt hier alle bergen gehad, maar gaat goed. Ik ken het ook uit de maand april. Dan is het wit.
Dus ik ken alle pistes, maar nu ken ik het ook hier in de zomer. Hoe sta je ervoor? Nou, trainingen gaan eigenlijk wel heel goed. Waar we vorig jaar in hebben geïnvesteerd en nu ook nog. Het komt eigenlijk wel goed naar boven in de trainingen. En daar ben ik wel heel blij mee. Het resultaat gaat de goede kant op. We doen eigenlijk veel meer als vorig jaar. En de testen? Fietstesten zijn ook heel goed. Mijn laatste fietstest was ook echt heel goed. Dus het is mooi om daar ook een vooruitgang in te zien. Wim Kazimier, het berggebied in Livigno, dat ligt jou wel. Voor mij is het de eerste keer op hoogtestage in Livigno. Ik heb nog nooit eerder in de bergen echt getraind. Het bevalt goed hier op hoogte. Het fietsen gaat vooral lekker. Af en toe kan ik de jongens zelfs voorblijven op de fiets. Het gaat hier hartstikke goed. En, in het begin was het even wennen aan de hoogte. Dan merkte je dat je minder zuurstof had. Maar het gaat steeds beter. Hoe langer we hier zijn, hoe harder we kunnen trainen. En het gaat gewoon mooi. En ik heb zin in het ijsseizoen. Ja, het is de eerste trainingskamp in Livigno en het gaat hartstikke goed. Ik voel me goed, het fietsen gaat goed. Ik pak de training hartstikke goed op, want vorig jaar was het toch een soort eerste jaar in de ploeg en dan is alles nog een beetje wennen. En nu gaat echt alles gewoon zoals het moet. Niet echt problemen gehad met de hoogte, het is wel altijd even wennen. En ik ben wel eens vaak op wintersport geweest, maar dit is toch wat anders en de eerste paar dagen rust aangedaan en nu kunnen we gewoon volle bak trainen. Ik hoor van de jongens dat ze bang van jou zijn geworden voor de krachttraining. Nou, niet alleen met de krachttraining hoor. Maar op de fiets moet ik het af en toe nog iets afleggen. Maar met krachttraining, ik moet het vooral ook voor mijn kracht hebben. En daar gaan we over volgende week gaan we weer het ijs op. Dus daar gaan we er alles aan doen om dat er ook op het ijs uit te krijgen.